dag met een verhaal, hè? Dit is niet... een dag met een verhaal, ja. Ja, nou, Steek van Wal. Ja, nou, nieuw format weer. Iets anders dan vorig jaar. Het fietsen en het lopen eigenlijk omgedraaid. En redelijk oké gezwommen de eerste heat. En ik spring op de loopband na een goede wissel. En er gebeurt niks. En er bleef niks gebeuren. En ja, daar dacht ik eventjes einde race. Ja. Maar goed, ik mocht gelukkig de tweede heat wel weer van start. Dus ja, 0 punten. Tweede heat was lopen, fietsen, zwemmen. Ja. wel oké, ik geloof 7 of 8ste. Niet super, maar gewoon ja, wel degelijk. En laatste heat, fietsen, zwemmen, lopen. Vol in de revanche? Ja, vol in de revanche. En goed, ja, gewoon in de groep gefietst, goed voorin gewisseld. Redelijk goed gezwommen en begon te lopen, ging super. Ik liep van plek 7 naar 6, naar 5, naar 4. Ik was bijna bij 3. Ja, want we stonden allemaal af te tellen met hier op in het Nederlands kamp. Zeg maar. Nou, dit gaat goed, hij gaat zo naar 3. Ja. En toen? Boom, 0 km per uur. Einde oefening opnieuw, hè? Einde oefening opnieuw. En ja, ik kreeg hem nog wel weer aan de praat. Maar goed, van tevoren liep ik heel de tijd zo 20-1, 20-3. Ja. En toen liep ik ook nog maar 18-8 of zo. Dus ja. Doodzonde. Heel kut. Ja, ja, kan me goed voorstellen. Er kwam ook een oerkreet uit, hè? Ja. Ja. Ja, ik weet niet wat ik heb geroepen, maar ik ja, ik wel, want ik heb hem opgenomen. Maar die zullen we maar niet plaatsen. Nee, maar ik denk wel dat die laatste heat met name een stukje vertrouwen geeft voor de rest van het seizoen. Ja, het is wel inderdaad wel fijn dat, dat het erin zat en dat het er ook uitkwam. Ja. En dat geeft inderdaad wel vertrouwen. Ja. Ja, want je had geen flauwe jongens bij wat betreft looponderdeel. Nee, nee, ja, dat was ook in de tweede heat wel, ja. Was het denk ik, liep ik iets minder goed, voelde het ook eigenlijk wat zwaarder. Ja. En ja, tijdens die derde weet je natuurlijk ook, dit is het laatste, alles eruit. Ja. En ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ja. Hoe ziet je seizoen tot Tokio er verder uit? Nu nog, wat is het vandaag? De 18e, nog 11 dagen in Nederland. Dan gaan we weer op hoogte naar Namibië, 3 weken. Dan door naar Lissabon voor de World Cup. De week daarna naar Argentina World Cup. Dan, ik denk 2 of 3 weken thuis en dan de Olympische stage in Font-de-Meun. Ja. En dan in Tokio, dat moet er gebeuren. Ja, en dan hoop ik nog 3 keer zo hard te lopen als vandaag. Nou, laten we die afspraak maar maken. Dank je wel in ieder geval. Yes. En heel veel succes. Dank je.